Ik dacht eerst van... ik ga presenteren als dichter. Misschien maakt dat mijn zaak wat lichter. Maar toen dacht ik... Toch maar niet. Of zal ik gaan als poëet? Maar dat klinkt als een geparfumeerde scheet. Dus dat ook maar niet. Ineens werd mij zonneklaar. Ik ga gewoon rijmelaar. Voor echte dichters moet u hier ook zijn. Raymond bijvoorbeeld. Dus even een applaus voor het fantastische voorprogramma, Willem. Het zijn gedichten, geen professeurs. En ik ga deze even iets hoger zetten hoor. Ik moet steeds zo bukken tijdens het voorlezen. En wat een andere kant op. En wat een ongelofelijke eer om het Zuiderveen Festival te mogen openen, het vijfde Zuiderveen Festival. Leuk dat jullie er zijn. Je kunt vandaag meedoen aan een gedichtenwedstrijd. De hoofdprijs is een chocoladetaart. Lekker truttig, maar dat is leuk. Gewoon. Je kunt een chocoladetaart winnen als je het mooiste gedicht maakt. Als je dat wil, kom je even bij mij zometeen een formulier halen. Daarop zet je je naam en een gedicht. En misschien ben jij dan aan het einde van de dag een gesmolten chocoladetaart. Maar ook dat is leuk. Nou, ik ga een paar gedichten voorlezen om een beetje erin te komen. Om de microfoon te testen en zo. Ik hoop dat jullie allemaal goed horen. Ja, hè? Geloof het wel. Okay. Het eerste gedicht heet Dag 0. Koud het huis uit formuleerde ik voor het eerst mijn eigen einde. In kleermakers zit op een leeg bed, krakend één persoons van de jongen van wie ik de kamer onderhuurde, besloot ik dat ik 81 werd en zodoende in 2062 zou sterven. Er waren er nog bijna 60 te gaan, waarvan nu 17 verstreken zijn. In het klein overleefde ik zo menig feest. Tegen het einde werd het soms nog leuk. Tweede gedicht heeft Goede Reis. Ik handel dus een beetje in gedichten. Zo bood ik de regels. Als je omkomt bij een vliegramp, ja vervelend, maar dat is in principe niet jouw verantwoordelijkheid. Aan bij diverse luchtvaartmaatschappijen om het voor veel geld op het muurtje vooraan in de cabine te schilderen. Want als je niet meer mag roken in het vliegtuig, dan moet de romantiek maar weer van de poëzie komen. Deze is leuk voor op Tinder. Als je op Tinder zit, kun je deze opzetten. Scoort altijd goed, gedichten, een beetje diepzinnigheid en zo. Vinden mensen leuk. Perfect date. We dronken een glas, zeiden niks, bekeken slechts wat er tussen ons was. In de ruimte. Ik baande mijzelf een weg door het alledaagse. Zo kwam ik ergens, maar het was niet ver genoeg. Chemische spullen propten gelukkig jaren extra tijd in mijn capsule. Steeds hoger klom ik, zonder te landen. Aangenaam was dat het verleden regelmatig verscheen als handzaam blokje dat ik eenvoudig vast kon pakken. Toch droeg ik liever de dagen die nog niet geleefd waren. Dit voelde lichter. Soms ook gaf ik voorbij een zinnenbeeld. 40. Bij mij is de grens bereikt. Ik kan nu alleen nog maar loodrecht naar beneden of loodrecht naar boven. Ik hoop natuurlijk op het laatste. Laat de maatschappelijke tegenwind mij maar doen opstijgen of neerkletteren. Ik ben op een prettige manier levensmoe. Te oud voor jong geluk, alsof ik een heel stuk heb overgeslagen. Op handen gedragen door vrouwen van de leeftijd waarop mijn moeder aan haar gestage ondergang begon, geniet ik behendig van mijn nadagen. 40. Wie heeft ooit het woord perfect bedacht? Was het de eerste mens die met zijn boot de zee bevoer zonder te verdrinken? Vaststaat dat het vervolgens uit de hand liep. Dagen werden overspannen door bedenksels, gedomineerd door de vraag hoe je jezelf ziet. Maar eens krijg je de angstrekening gepresenteerd. Alle mooie dingen die je miste door perfectie, keurig op een rij, inclusief 9% BTW. Dit is een heel persoonlijk gedicht. Zuinige voordracht. Ik zou naar de notaris gaan omdat het aantal ervaringen te veel omvattend was geworden en viel geen stoende nul meer van te maken. Op de eerste maandag in oktober 2020, klokslag 12 uur onder sirenegeloei, zou mij de vraag worden gesteld. Meneer Raymond Daams, geboren 28 juli 1981 te Amsterdam, met welk cijfer op een schaal van 1 tot 10 beoordeelt u uw liefdesleven tot nu toe? Beantwoording, opstelling en ondertekening van het officiële document zouden volgen,
waarna ik een aanzienlijk bedrag zou pinnen om mijn cijfer een geldelijk gewicht te geven. Gelukkig bedacht ik op het laatste moment dat een zaal vol toehoorders kon volstaan, waardoor mijn 6,2 hier zijn podium kreeg. Het is inmiddels wel een 6,3 denk ik hoor, dat is een tijdje geleden dat ik het schreef. Tact. Goed fietsen is vliegende lopen met reuzenpassen. Wandelen het fijnst als frisdrankblikje door jezelf voortgetrapt. Stilstaand wil je een zwerfkei zijn, min of meer rond, tevreden, af. Hypotheek. Goed dat de dichter het overzicht houdt, zijn publiek behoedend voor de fout steeds groter te gaan wonen. Waarom wil een mens groter wonen? Simpel, de afstand tussen hem en zijn dood neemt af, terwijl de afstand tussen de muren van zijn huis hetzelfde blijft. Een benauwende situatie die hij te lijf gaat met een hogere hypotheek, om uiteindelijk op zijn sterfbed te concluderen dat hij te hard heeft gewerkt. Ja. Heilige Graal. Trachtend honger naar betekenis met rituelen te stillen, besef ik, het leven is banaler dan je zou willen. Dus sporen uitwissen, mijn looplijnen, thuiskomen, doen alsof er nooit iets was. Vertrekken, alles achterlaten, verschijnen voor het vuurpeloton, nog eenmaal de gedachten op een rij. Configuraties. Vroeger fantaseerde ik wel eens over een toevallige ontmoeting die mijn leven zou veranderen. Nu ben ik de te kloppen man. Draag ik jouw zachte dromergenen, jou werden ze uiteindelijk fataal, behoedzaam verder door dit dal van hard geschreeuw, beton, staal. Een configuratie waar moeilijk uit te breken valt, of eigenlijk niet. Hoewel er soms het een en ander plots verschiet. Processen. Het virus gunde ons een blik die dag op het geraamte van de nieuwe eeuw. Muren vielen om, maskers mochten af. Jaren duurde het vervolgens tot ik werd opgenomen in een gebouw van leven, ontbloten door de felle zon beschenen bovenlichamen van anderen, tatoeages, blikjes, bier, zweet. Tot die tijd bouwde ik ontelbare vergankelijkheidsmonumenten. En de laatste gaat over een oud-Amerikaanse president, George W. Bush. Het heet Lang leven George W. Bush. Op de vraag hoe de geschiedenis over hem zou oordelen, gaf de voormalige president een poëtisch, werkelijk schitterend antwoord. De geschiedenis? We zullen het niet weten. We zullen allemaal dood zijn.